Op dit moment wordt er druk gewerkt om de Tilburgse kermis klaar te krijgen voor de opening van vanavond. Hier zijn we weer met de nieuwe serie Kermis TV op Regio TV en ik heb er zin in. Ja, nu nog lege terrassen, maar er komt zeker verandering in deze week. Ook de nodige straatfeesten zullen deze kermis plaatsvinden. Kijk er maar hierachter, op Roze Maandag, dan breekt hier echt de pleuris uit. Zo druk. Hey, ik ben op zoek naar het reuzenrad. Ik weet echt niet, ik kom hier net aanlopen. Normaal staat hij altijd daar. Maar ik weet niet waar hij is. Ik ben op zoek naar het reuzenrad. Ik ben heel verkeerd. Want sta je hier niet, op de Nesplein? Nee, want... Hier stond altijd reuzenrad. Klopt. Dit jaar niet. De kermis heeft dit jaar een totaal nieuwe opzet. Aan een andere indeling, waar vroeger het reuzenrad stond, er staat nou een andere zwaaiding. Kijk maar wat jullie ervan vinden. Hey, ik ben broodje Jantje. Moet hij een Spaanse zijn of een gewone? Ja, is het verschil. Dat kan ik niet zeggen, maar ze zijn wel een euro duur. Oh, doe maar aan de Spaanse. Oh, alsjeblieft. Hey, de Spaanse Jan, man. Oh. Wees hier Spaans aan. Oh, sorry. Alleen. Je ziet het, iedereen is er klaar voor. De exploitanten zijn er klaar voor. De mensen zijn er klaar voor. Ik ben er klaar voor. En morgen zijn we terug met een complete aflevering Kermis TV op Regio TV. Tot morgen.